Homerus kennen we als de schrijver van de Ilias en de Odyssee. Deze twee epische gedichten staan boordevol godenverhalen, mythische vertellingen en overgeleverde heldensagen. En daarmee zijn ze eigenlijk een soort greatest hits van de klassieke Griekse cultuur. En is Homerus de DJ die de remix instart. Aan het werk van Homerus hebben we veel te danken. Het is een belangrijke bron voor onze kennis van de oudste geschiedenis van de Grieken, hun maatschappij en hun wereldbeeld. En ook de ins en outs van de Griekse goden op de Olympus kennen we door de beschrijvingen van Homerus, die dus ook meteen een soort roddelkoning van de klassieke oudheid is. Homerus betekent de blinde. Dat kan komen omdat hij tijdens het dichten altijd zijn ogen dicht hield. Zeker weten doen we dat niet, zoals we ook niet weten waar Homerus vandaan kwam, Smyrna of Chios, en wanneer hij precies leefde, zo tussen 800 en 750 voor Christus. Er zijn mensen die beweren dat er nooit één Homerus geleefd heeft en dat zijn naam meer een soort kwaliteitsstempel is. Deze sage is toppie. 5 sterren, helemaal Homerus.